Die man moet dus een standbeeld geven, vind ik. Ja, legt u eens uit. Nou, dat kan ik u duidelijk uitleggen. Deze man die deed echt dat wat ze hard ingaf. Kom je aan dokter Trump, dan kom je aan Tuitje Horen. Dat was al duidelijk. En ook na alle verhalen die de afgelopen tijd naar buiten zijn gekomen, is de steun voor de huisarts nog steeds onvoorwaardelijk. Op deze manier had het nooit mogen gebeuren. Dan hadden we gewoon uh, waarschijnlijk de dokter nog gehad. Ik denk dat ze acties alleen maar uh, humaan zijn. Uh, al hoor je ook uh, de verhaal van zijn vrouw? Ja, hij heeft gewoon gehandeld naar zijn eigen weten en dat is gewoon uh, goed geweest, vind ik zelf. Ik vind het gewoon uh, triest, triest. Het had niet uh, zo hoeven gebeuren. Toch kwam het landelijk wel kritiek op de manier waarop Nico Trump een einde maakte aan het leven van de terminale Theo Spaanse. Hij had een dosis morfine gebruikt die 100 keer hoger was dan gebruikelijk. Abnormaal hoog volgens onder meer het Openbaar Ministerie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Maar de weduwe van de patiënt was het daar absoluut niet mee eens. Hij heeft gewoon gedaan wat hij, wat hij doen moest. En ja. ja, wij vonden dat prima. Dit heeft die man niet verdiend hoor helemaal niet. Op Facebook is een pagina geopend waar mensen terecht kunnen met steunbetuigingen voor de huisarts. Er is al bijna 4000 keer gereageerd. Ik vind alleen maar uh, alle steun die uh, de nabestaanden kunnen krijgen, en dat geldt ook voor de vrouw van Theo, vind ik uh, heel positief. En dat, uh, dat zijn ze van harte gegund. Ik heb uh, die pagina inderdaad uh, geliked, want ik, uh, ze zetten hele goede dingen neer. En het is gewoon zo. Het is gewoon een goede man geweest. En uh, hij heeft dit allemaal niet verdiend.